Dit is hem nou, de schroef. U weet wel, die niet over de Moerdijkbrug mocht. In Zevenbergen, waar hij en passant een gevel beschadigde, stond hij een paar weken omdat Rijkswaterstaat met de politie tegen hem samenspande. Maar de jeugd mocht hem wel. En de ouderen gaf hij stof tot urenlange discussies. Zo van, hij gaat niet, hij gaat wel, hij gaat niet, maar hij gaat wel. En de politie, die eerst zo naar voor hem was, helpt nu een handje. De hele bevolking doet hem met leedwezen uitgeleide. Maar daarmee is hij nog niet in Rotterdam. Er zat niks anders op dan vervoer over het water. In Moerdijkhaven heeft de bok Simpson niet veel moeite met hem, want hij weegt maar 20.000 kilo. En dan, na een paar uur, het haventje uit naar Rotterdam. De volgende dag is het hier. Eindelijk. En de Willem Ruis, voor wie hij bestemd is, ligt al naar hem uit te kijken.